vind het ondernemingsrecht heel erg leuk, omdat daar in heel veel rechtsgebieden samenkomen die je heel erg veel tegenkomt in het dagelijks leven en waar eigenlijk iedereen mee te maken heeft. En daardoor krijg je een heel erg brede blik op wat een ondernemer allemaal tegenkomt. En dat vind ik zelf heel erg interessant. De manier waarop de master is opgezet is dat je de verhoudingen tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij zo'n onderneming leert te doorgronden en gevoel voor leert te krijgen. Dus de aandeelhouder, de bestuurder, maar ook de werknemer van de onderneming. Al die dingen leer je samenbrengen in deze master en dat is heel leuk. Wat ik heel goed vind aan de master onderneming en recht in Utrecht is dat wij een geïntegreerde benadering nastreven, waarbij er niet alleen veel aandacht is voor het ondernemingsrecht, maar ook voor rechtsgebieden zoals mededingingsrecht, arbeidsrecht en contractrecht. Praktijkgeoriënteerd, wij proberen de student vaardigheden bij te brengen waar hij op de arbeidsmarkt iets mee kan. Ze hebben het onderwijs heel erg levendig gemaakt door bijvoorbeeld heel veel gastdocenten uit te nodigen. En dan komen er mensen spreken van bijvoorbeeld ministeries of van advocatenkantoren. En die hebben heel veel voorbeelden uit de praktijk en dat maakt het heel erg levendig. Wat ik heel goed vind aan deze master is dat er relatief veel aandacht is voor vaardighedenonderwijs. Het is niet alleen een tentamen maken, maar je wordt ook geacht te presenteren, papers te schrijven, memo's te schrijven, legal opinions te schrijven, waardoor je goed voorbereid op de arbeidsmarkt komt. Ik heb stage gelopen op een advocatenkantoor en ik merkte dat ik heel snel de koppeling kon maken tussen de theorie en de praktijk. Wij hebben een drietal specialisaties waar studenten uit kunnen kiezen. Dat zijn international business, commercieel vermogensrecht en arbeids en onderneming. Daarnaast bieden de studenten dus de mogelijkheid door wat wij noemen capita selecta om een keuze te maken voor een vijftal onderwerpen waar dan een student zich verder in kan verdiepen. In een groepje, klein groepje, met een docent, door praktijkgeoriënteerde voorbeelden waardoor je veel meer kunt onderdompelen in een bepaalde materie. Wat ik ook echt goed vind is dat er met al die ambitieuze studenten die de master doen, we elkaar ook stimuleren om tot goede resultaten te komen. Dus er wordt veel samengewerkt in het schrijven van papers, in het leren van tentamens. Dus zo bereik je echt een beter resultaat. Wij weten dat een van de dingen die best lastig worden ondervonden door sommige studenten is de scriptie. Wat wij daarvoor hebben bedacht is dat wij veel intensiever in kleine groepjes met docenten, maar ook met de studenten onderling, samenwerken om als een team die eindstreep te halen. En dat doen wij door bijvoorbeeld met de scriptie al in september te beginnen, waarbij de student het gevoel heeft dat hij die scriptie veel makkelijker tot een einde kan brengen. En toch het idee heeft dat het eigenlijk heel enjoyable was.